Wel, we hechten toch veel belang aan de eerste taal van het kind. En daarmee bedoelen we, ieder kind wordt geboren met gaven. En een van de gaven is ook de manier waarop dat je je het best kunt uiten. Alle ouders die een paar kinderen hebben, die kennen dat verschil. Ze hebben praters, maar ze hebben ook de stillere. Maar de stillere is een knutselaar, tekenaar, schildert. Ja. Door schilderen ruimer als mogelijkheid aan te bieden, zeg je eigenlijk aan een kind, ik vind dat even belangrijk als praten. Als het kind zich daarin geaccepteerd kan voelen, gaat hij ook gemakkelijker een tweede taal leren, namelijk het praten. Voorwaarde zou wel zijn dat het schilderen niet meer alleen beperkt blijft tot dat ene uurtje dat voorzien is om tekenen en schilderen te doen. Maar dat hij bijvoorbeeld ook mag schilderen in de les wiskunde, omdat dit kind wiskunde vooral onmiddellijk in beelden ziet, in kleuren ziet, waar dat een ander niks mee kan doen, maar deze wel. We weten dat hersenen kapstokken nodig hebben. Die kapstokken zijn niet voor ons allemaal gelijk. Er zijn jongeren die door het zingen van formules hun fysica veel beter zullen onthouden dan anderen. Dus je verbreedt dat aanbod. Wel, als je wil inspelen op de eigen competenties van kinderen, dan gaat het in de eerste plaats natuurlijk over kleinere klassen. En dat is een pleidooi dat we al lang houden en dat stoot altijd op maatschappelijke opmerkingen, dat is te duur enzovoort. Ik ben daar niet zo zeker van, omdat wij het vandaag veel te logisch vinden dat er een heleboel kinderen zijn die naar allerlei therapeuten en kinderpsychiaters moeten gaan, wat ook geld kost. Dus daar zou zeker een win-element zitten. Onderwijs zou het in kleinere klassen moeten doen en het verbreden van het aanbod daarin, het verkennen bij kinderen in de kleuterklas, wat de taal is die hun het meest eigen is. Of dat dat praten is, of dansen is, of beeldvormen is. En met die taal te starten. Hoe heb jij je gevoeld gisteren? Wat heb je gisteren leuk gedaan? Dans dat eens voor ons. En zijn er die nu ook willen dansen, die een antwoordje willen dansen? Op die manier voelt dat kind natuurlijk van, ik mag er zijn met alle competenties die ik zelf heb. Het is op dat ogenblik een competentiedenken dat opgevoerd wordt. Dan kan daar in lager onderwijs op doorgebouwd worden en we moeten dat traject veel sterker doortrekken. Het is het grote verschil met wat we vandaag hebben, waar wij veel te sterk een probleemdenken geworden zijn. Als je een probleem hebt, en zeker als we daar een etiketje op kunnen plakken, het is ADHD, het is autisme of het zijn leerstoornissen enzovoort, dan kan er een heel pakketje op gang komen voor jou. Ja. Maar je moet wel eerst problemen hebben. Ja. Dus ik denk dat kinderen en jongeren zich beter voelen als ze in de eerste plaats competenties ontdekken. En eens iemand jouw competentie erkent, sta jij ook veel meer open voor die persoon als die zegt, weet je, het zou eigenlijk ook helpen, moest je dit ook eens kunnen zeggen. Ja. En begin je dan beter te luisteren van, ja, maar hoe moet ik dat dan zeggen? En je creëert een opening naar een nieuwe competentie die toegevoegd wordt.